Oh my god, mensen, vandaag is maandag, dus zeg. Goedemorgen, deze morgen, namens Pepe Blue. Voilà, mijn toekomstige vrouw. Zo trots dat ze mag dromen. Ziet er echt goed uit. Dan heb je als 7 dagen niet slaap mee. Ik heb nog nooit zo slecht slaap mee helemaal alleen. Tel heb puur planken van. Dat is niet waar. Maar dat is niet waar. Allee, kom. Allee, jongen. Het is keihard. Nou, voor u is dat goed, maar voor mij echt. Ik ga uit verlof komen, hè. Oververmoeid. Ja. Ik ga je nooit toe dan vannacht. Zo'n slechte matras, zo hard dat was. Hij moet niet zo zijn, ja, ik heb super goed geslapen, maar het walnang van hier tot aan je knie. Jongens, daar kun je een doedelzak mee spelen. Ik heb te weinig. Ja, zet maar wel zeker een bril op. Want, nee, sta op. Ja, oké, dus wat gaan we doen? We gaan eten, ik heb mij al gewassen, ik heb mij al gedoucht, alles is al klaar. Zij is nog maar wakker, dus ja. Zij moet nog wassen en douchen, maar ze heeft mega honger. En dus gaan we eerst gaan eten, dan komen we naar boven, moet ze nog wassen, weer een uur weg. En Hey, we zijn op congé. Ja, congé, op het gemakske, op het gemakske. Goed, allez, we gaan eerst gaan eten. Huh? Ik moet mijn pillen nog pakken. Oh ja, mijn pillen is belangrijk. Belangrijke pillen voor mijn hart. Ik moet alle dagen pakken. Ik heb al 10 keer getoond. Maar waar is er water? Oké, kijk, zie het. Voilà, dat is ideaal. Hè. Ik vraag, waar is er water? Tadaa. Water, voilà. Zo hoort een vrouw te zijn. Oh my god. Zo hoort het te zijn. Ik roep en jij reageert. Wat moet ik u een keer uitleggen? Een voetstap op het plafond. Waar staat dan een voetstap op het plafond? What the fuck is dat? Hoe kan het dan nu? Staat dus letterlijk hier een voetstap. Oh, wacht. Ik ben zo dom hè, daarin. Ja, kijk daar. Staat er gewoon een voetstap. Ja, oké, het zit niet geest neer. Ja. Oh, kom, naar beneden. Hey. Ja, ik ga mijn bril meedoen. Ja. Wacht even, mijn bril. GSM. Mijn GSM. Ja, goed zo. Goed bediend. Wel was hij, zoals het hoort. En moet ik geen portefeuille meedoen? Nee, moet ik dat niet meedoen. Je hebt de sleutel bij. Oké, let's go, you. Voilà, zijn mensen. We hebben lekker. Oh ja, hoe lekker. Ik ben ontbeten. Het was niet echt het beste ontbijt dat we ooit al hadden. En dat is niet dikke nekken bedoeld, maar het is gewoon. Ja, het was vrij basic. Het was heel basic. Het was geen eitje, het was geen spek, het was geen warme toestand. Het was een croissant, een broodje, schalespen en kaas. Oh ja, en ook wat fruit en wat yoghurt en al. Pas op, meer dan genoeg dat een mens nodig heeft, zeker daar niet van. Maar we zijn al veel op hotel geweest en bij het al wel het minste van ontbijt is dat we ooit al hadden. Hè. En voor Anouk, ik drink geen koffie, maar voor Anouk, de koffie was gewoon mega slecht, zei ze. Dus, maar ja, dat is ook zijn smaak. Maar, niet aan te doen, goed. We gaan, vandaag gaan we een keer naar het stadje, of dorp, of is dat stadje of een dorp? Stad. Een keer naar het stadje Lucca. Dus we moeten hier het station vinden. Dan gaan we kijken wat een trein dat we kunnen pakken. En we gaan dan met een trein naar Lucca gaan. Ik weet niet echt wat er daar is, maar de vader van Anouk, onze goede vriend Piet, heeft dat hier allemaal opgeschreven op een blad. Al wat we kunnen bezichtigen en al. Dus we gaan dat gewoon doen. Hè. Voilà. Oké, okay. Dus vandaag is de bedoeling Lucca en denk als we terugkomen gaan we toch nog een keer
gewoon hier in Pisa nog een keer rondgaan, want meer of naast hebben we niet gezien. Omdat ik gewoon gisteren eigenlijk naar de toren wou gaan voor het huwelijksaanzoek. Ja, doe ik zo, maar tuurlijk. Het huwelijksaanzoek, niet zo. Het huwelijksaanzoek. Tussen haakjes. En ja, we gaan het wel zien, hè, mensen. Dus kijk, de rugzak is klaar. Basic Fit, ja, Basic Fit zit er ook niet veel in voor van de week. Want wanneer ik een keer rondgekeken voor fitness toestand, maar er is hier niks in de buurt. Of het is al mega ver en al. Dus ja, veel fitness had er niet tussen zitten. Dus normaal doe ik een 100 day fitness challenge. Maar ja, dat gaat dus niet doorgaan. Maar vanaf... Een paar dagen uitgesteld. Ja, het is een paar dagen uitgesteld. Ja. Dus vijf dagen dat ik het niet ga kunnen doen. Ah nee, vijf dagen. Vrijdag gaan we thuiskomen, kan ik wel nog gaan. Dus eigenlijk vier dagen ga ik niet kunnen fitnessen. Ja, kijk, het is wat het is. Maar we gaan dan gewoon achteraf nog wat meer knallen, hè. Nog wat meer knallen. En nu gaan we veel wandelen en al. Het is niet dat we in ons bed liggen. Want hier kan ik niet in liggen, want dan kan ik even gewoon van boven op die kast liggen, want het is hier hard. Goed, allee, we gaan vertrekken. Let's go. En mijn trein binnen 20 minuutjes. En mijn trein, dus dat gaan we zo biet doen dan. Naar Luca. Ik vind dat wel een beetje spannend allemaal voor zo in het buitenland. Trein is trein. Ah, hier kijk, kun je misschien online inkopen. Maar online, wat zeg je nu? Of via zo'n automaat. Hier in English, voilà. Buy your ticket. Oké, okay, hopelijk komt dat toe, dat we niet toekomen in Sint-Pieter Station in Gent. Anouk is geconcentreerd. Moet heen en terug pakken, hè? Ja, ja. Ah, ja, ja. Oké, okay, rustig, zoetje, rustig. Moet u niet zo frustreerd opstaan. Nee? Niet te faal, hè, Matanke? Dus nee. Allee, nu op de trein. Voilà, we zitten op een trein, maar we hopen dat het juist is, want ik verstel er geen knoeten van. Bij juist vraag ik aan de meisje van, zeg, excuseren, allee ja, excuse me, ze verschiet er zot, ofwel ligt het aan mijn aan dader, ofwel is ze mensenschuw, ik weet niet wat het scheelt, maar die verschoot er zot. Ze ging of direct verzetten van plaats. Ja, ik zeg, allee, ik zeg, you can stay here, it's no problem hoor. Nou ja, problemo, dat is mijn beste Italiaans. En al is dat misschien wel Spaans, maar ja. Dus ja, we zitten hier op de trein. Voilà. Het is bijna zo goed als leeg hier in de trein, dat is ook wel raar. Maar ja, ik hoop dat het juist is, want anders zitten we toch een smiet in de Gentse Peters. Wat er ook geestig is, is dat er hier overal, aan elke zitting, of elke plaats, zitten er overal stopcontact. Dus dat is ook wel gemakkelijk. Bij ons in België heb je dat niet, hè. Oké. Ja, sorry, was het? Ah, ja, nee. Ja, pardon. Het was tegen mij, zeg ze. Nee, het was tegen, Louietje, drie gangen verder. Dat is een vrij moderne trein. Een vrij moderne trein. En proper. Dus ja, ik hoop juist dat het juist is. Allee, let's go to Luca. Let's go. Thank you.
Voilà, zie. We zijn dus toegekomen in Lucca. En dat Lucca gedoe is heel omringd door zo'n muur. En we hebben ons een kaartje gekocht van 1 euro, een toeristen pocket map. Of hoe noem het? Ja, pocket map hebben we gekocht. En daar staat er een hele route rond en in Lucca. Dus we gaan dat gewoon volgen. Hé, hey, we trekken ook onze plannen. Nee. We hebben niemand niet nodig. Nee. Ja, nee. Mensen thuis zijn aan het kijken. Naar Ron is dat eigenlijk. Hij houdt er mee trouwen toch nog. Ja. Ja, man. Hoe dom kunnen zijn? Ja. Ja, zeg ze. Ja, man. Goed, allee, we gaan een beetje wandelen. Let's go. Kijk, eigenlijk super makkelijk. Loopt gewoon mee met allemaal toeristen. En loopt gewoon weer mee met de hits. De hits loopt daar. Voilà. Kijk. Loopt gewoon mee. En je gratis uitleg. Zelfs al is het in onze taal niet. Het enige dat wel is dat dan allemaal 65-plussers zijn. Meer. Maar ja, wat moet je doen? Gewoon een beetje mank lopen. Hè? Gewoon een beetje zo. Gewoon een beetje like The Walking Dead lopen. En het komt wel in orde. Voilà. Dus wie gaan we de eerste uitleg al krijgen? Ik moet nog meer blijven. Voilà, vier schoenen. Hoe bezig, madame? Ja, allee. Happy. Hé? Het zal wel zijn. Machtig. Kijk het door, hè. No woman no cry. Stop, stop. Ja, goed dan. Allee. Maar we gaan een beetje doorwandelen, pijs. Ik ga je niet mee lopen met elders, hè. Hier bij die jonge gasten. Maar dat gaan we ook weten. Ja, dat, ja. Als we bij die jonge gasten gaan lopen, tot... Ja. Als we bij die jonge gasten gaan rondlopen, dan zijn we van, we lopen die oude bal. Ja, ik ga hier lopen, pijs. Ik ga hierbij lopen, yo! We hebben eigenlijk besloten voor eigenlijk eerst nog iets te eten voordat we vertrekken. Het is nog maar 9:45, maar we zijn gewoon altijd weer al meer honger. Dus we gaan eerst iets eten, dan zijn we op kracht en toen kunnen we goed doorwandelen. Dus ik ga hier zo een stuk van die pizza hier. Ik weet niet, ik denk dat dat een soort pepperoni is. En Anoukske had Milano, een van die sandwichen daar, ik weet niet veel, lekker opeten. Dus ja, we gaan dat doen. En nu gaan we... Ah, ja, wacht, betalen. Hier. Pak maar mijn portefeuille, ja, want binnenkort is mijn geld. Uw geld, nee. Hoe er niks moeten, als het over die kleren hebt? Hier. Voilà, 11 euro taalte. Ik ga mee van prijs. Goed, alle. We gaan iets eten. Dat was gewoon mega lekkere pizza. Echt waar. Niet normaal. Was dat nog beter of gisteren? Hey, vond ik toch. En Anouka Milano, weet ik veel wat ze heet. Nee. Was ook mega lekker. Maar ja, kijk. Nu zijn we op kracht. Op kracht. En nu gaan we heel de tour doen van Lucca. Dus nu zijn we hier van boven. Zijn we zo daar naar boven gekomen. En nu zijn we hier op die muur eigenlijk. Gaan we nu heel Lucca rond en dan gaan we in Lucca. En dan moeten we daar gaan beginnen. Yo. Sky. See the sky.
Voilà, mensen, we zijn hier op een schoon punt hier. Voilà. We hebben zo'n soort plein. En we wonen een kaartje schrijven naar mijn pa en naar haar pa. En naar ons pa allemaal. En kijk, we hebben dat zus gedaan. En nu moeten we dat gewoon hier in dat briefbusje steken. Dus wat brief? Ik denk dat zij dat vanavond naar de post. Ah, oké. Okay. Dus dat gaat normaal. Ja, normaal komen ze dat dus blijkbaar ophalen. Hopelijk gaan we er al een kaartje krijgen. Hè. Goed, we gaan een beetje verder. Maar we gaan dan ook wel de eerste keer een beetje zitten zeker. En een beetje het wat drinken. Ja, of niet. Oké, we gaan het wel zien. We zijn hier eerst nog een terrasje aan het doen, want Anouki moest een beetje pipi doen. Hè? Anouki pipi, jepla. We hadden ook een beetje dorst. Hè? En we hadden ook een beetje dorst. Dus, en we hadden ook gezegd, we gaan een keer klinken op mijn verjaardag, want vandaag is dus mijn verjaardag. En ja, we drinken natuurlijk bier. Voilà, maar allez, dus met andere woorden, Anouki drinkt bier en ik drink, ja, wauw. Het echte, voor mij een San Benedetto. San Benedetto, een Eco Green. Maar ik heb wel een zero. Water zero. En we dachten van, we gaan best nog iets eten ook. Dus we hebben zo, Anouk is een bruschetta ding besteld. Zo, voilà. Dus ja, gaan we dat een beetje opeten op ons gemak hier op dat plein. En we gaan genieten, hè. We zijn op vakantie, dus we genieten. Allee, tot zo beter. Allee, is het grappig? Is het grappig, ja? Allee. Zit hij er juist? Allee, dat vindt ze weer grappig. Voilà, mij uitlaan. Wat? Maar ja, we moesten schieten. Zit er zo'n mega grote krekel, springkaan, weet ik veel wat dat is. Kijk daar. Maar ik vind dat zo'n vies beest normaal. En zij zo, oh kijk, een krekel. En de zus springt er zo mega omhoog en ik verschiet mega. Ja. En dat is weer grappig. Hè, ja. Ja, tuurlijk. Ja. Goed, wel lekker heten. Gaat u die zeer wetten mee? Ha, jongen. Vent, hè? Dat springt een halve meter hoor. Ja, maar ja, ik sprong hoger op die. Dat is zo'n beestje. Dat doet niet. Dat doet niet. Ja, ik vind dat heel vies. Ik vind dat heel vies, al die beesten. Oh. Dus, en dat is lekker heten. €14,50. We hebben al twee goed heten. En met drank erbij, een liter fles water. Een liter fles water, wat zeg ik eigenlijk? Een fles water van een liter. Ja. voor €14,50, al twee te samen. Dus. En lekkere bruschetta. En mega lekker. Dus ja, gaan we een beetje doorwandelen. Hè. Piet zei tegen ons, het is maar een halve dag, maar we hebben dan weer een dagje van. Maar heel de dag ook, hè? Ja, wel heel de dag. Hé, hey, de vakantie. Vakantie. Goed, allez. Ik zie dat de mensen hier allemaal aan het kijken zijn naar mij, van wat zeg je dan toe met je camera. Maar het zien mij allemaal niet. Allez. Hoi!
Dus Anoukske wou daar binnen gaan en waarom ga ik niet in focus eigenlijk? Ah ja, het zal wel zijn. Dus Anoukske wou hier binnen gaan en wat is dat hier? Een kerk? Kathedraal. Ah, kathedraal. Het was maar 3 euro, maar uw armen moeten, van de vrouw, van de man ook zeggen, de armen moeten volledig bedekt zijn. En ja, dus dat wil zeggen dat je eigenlijk meer gaat moeten laten tatoeëren. Hè? Ah ja. Of niet. Hè, want ze mag niet binnen omdat haar armen bloot zijn. We hebben niks mee, we hebben geen sjaal of geen trui. Maar ja, jongen, wie pest het daar aan? Ja, ik heb het gelezen, maar ik heb er niet. Ah ja, voilà. Had het gelezen en had er weer al niet aan gedacht. En nu vind ik dat zo jammer dat ik... Nu kan ik gewoon dat binnenste niet zien. Ja, heel jammer. Verdorie. Dan kan ik geen 6 euro uitgeven voor binnen te gaan in een kerk. Oh, jammer. Goed, allez, onze tour is nog niet gedaan, hè. We zijn nog niet weg, zullen we? Allee, let's go! Godverdomme! Het is dus echt ongelooflijk overal, maar je gaat de straatje in, je komt de straatje uit, je ziet een plein of like hier, kijk, we gaan hier gewoon een deurke binnen en je hebt hier dat hier allemaal, echt overal mega schone ding, het stopt niet, hoeveel pleinen dan er hier zijn in die Luca, dat is niet normaal, het is echt mega schone, dat waar hè? Ja. Ah, maar eerlijk zijn, we beginnen een beetje moe te geraken. Het komt warm. En nu begint een beetje de warmste periode van de dag te worden. Het is nu 1:30 uur, dus het is echt warm aan het worden. Het is 27 graden, maar het is zo... Het is eigenlijk zo geen lucht, ik weet niet wat het is. Ja, het is dat. Het is niks van wind, niks. Hè? Op die buitenweg had ze buiten had misschien wel weer wat meer wind, maar hier is gewoon volledig windstil. Maar goed, ja, allee, we gaan verder. Let's go. Kleerkoop. Allee. Ze hebben weer een winkel gevonden. Hè? Ja man. Normaal is dat zo'n winkel. Alles moet aan 5 euro zijn. Maar het is rol 15 en 20 euro. Ja, maar ja. Kies gewoon, hè. Moest het 5 euro zijn, hè. Moest het 5 euro... Zat 3. Zat er 10 mee. Geen 10. Nee, amai. Allee, heb je hoest even? Nee, nog niet. Lassie, we hebben dus juist een beetje in totaal de doken gedaan. Het was... Het deugd gedaan, hè. Zo even, we hebben Nerco een beetje aangestoken. Een beetje verfrist en het was... het is echt deugd gedaan. Dus nu zijn we weer in Pisa en gaan we een keer andere dingen bezoeken dat we gisteren nog niet gedaan hebben. Dus ja, we gaan nog een keer een tourje doen, hè. Maar we gaan nu een andere weg nemen. Hè? Allee, als het goed is voor jullie natuurlijk. Allee.
Tot zo dadelijk, hè. En Anoukske heeft daar sandaletjes aan. Dus, voilà. Lien zit hier ook, zei ze. Het zou zijn, matje. Het gelijk. Wow. Wat doen? Oké. Okay. Nee, maar die gast niet zo heel dicht bij ons. Welke gasten niet zo dicht bij ons? Ah, oké. Okay. Zit je, als je denkt dat je in gevaar bent of zo, nee, niet gevaar, mij niet roepen. Oké? Okay? Ja, voilà, gewoon dus. Dus als hij in gevaar bent, dat is maar dik pech voor u, ja, maar dat is mijn probleem niet. Nee, dus trekt u een plan. Ja. Yo. Ik moet jou redden. Yo, ik zei tegen Anouk, ik zei, weet je wat, ik koop daar in die snoepwinkel daar. Ik zei, ik koop daar een spekje. Ik ga gewoon best een foto trekken bij die superman, amai. En voor dat beetje spekken hier, 6 euro, weet je? 6,80 euro. 6,80 euro. Yo, dat doen we dus ook niet meer. Door mijn haalt. Voilà mensen, we staan hier ondertussen weer aan die toren van Pisa. Voilà. Maar het is wel een mega schoon toren eigenlijk. Hè. En allez, kun je je nog voorstellen, zoveel tijd geleden dat ik je hier ten huwelijk gevraagd heb. Hè? Het voelt lekker of dat gisteren was. Ja, hè? Het voelde zo dichtbij en toch is het zo ver weg. Allee, kom maar weg. Hoi. Ja, we zijn hier dus nog altijd aan het rondlopen en ik ga een keer tonen hoe dan de mensen hier eigenlijk allemaal staan voor
voor zo, weet je al, tegen die toren van Pisa te leunen of steunen. Goed kijken, hè. Voilà ze, we zijn hier weer al. Om de uur weet ik niet meer wat zijn. Nee, we zijn hier op een plein, maar het is dus echt zot, ook hier in Pisa. Elke straat en elke ding dat je doorgaat, kom je op een plein. Kijk, we komen hier weer ergens waar we nog niet geweest zijn. Voilà. Super groot plein hier. Super schoon. Het is echt zot, dat stopt hier niet. Het is echt een schone ding, een schone gebouw. Schone muurbeschildering, of hoe noem je het? Weet ik ook veel. Op de muur. Muurschildering op de groentuin, een beetje raar. Hè? Ja, goed. Allee, we gaan weer een beetje door. Hè. Maar ik moet wel eerlijk zijn, ik ben moe. En ik weet het is nog maar. Het is nog geen 7 uur s'avonds, ik heb ook geen goeste voor in dat hotel te zitten, want daar is er zeker niks te doen. Maar hier is er wel van alles te doen, maar ik ben gewoon wel moe. Dus wat wil ik doen? Ik wil gewoon op een terras gaan zitten en drankjes kopen van 50 cent. Gaan we dat filmen? Nee. Voilà, Sio. We zitten hier weer. En het is nu 20 na 8. Ik ben weer kapot. Maar we moeten nog iets eten. Dus we hebben besloten om hier niet zo ver van het hotel. Hier iets gezellig te eten. Hier. Voilà. Samen met ons Noekie altijd natuurlijk. Voilà. En ik ga een spaghetti frutti de mare eten voor 11 euro. Dus dat is super goedkoop. Een spaghetti met zeevruchten. En Anouk gaat gnocchi, nee, tortellini eten met ham en room. Ham en cream. Ah, de Max ben je nog een baby te blij. Nog alle kanten echt overal wat ik kom vind ik goed. Ofwel trek ik marginaal aan, niet meer te vechten. Vanmiddag is het zelfs, hè. We komen op die trein. Wat komt er daartoe? Weer zo 5 stukken. Ja, hè? Met lalakala muziek, weet ik veel. Maar dat interesseert me niet dat hij muziek speelt. Alakala, weet ik veel wat. Doe hij wat hij wilt. Dat is niet racistisch bedoeld. Maar waarom moet dat zo mega luid staan? En aan elk meisje dat ze passeerde, ging ze zo mega dicht en zo met haar hoofd. Waarom? Waarom? Oh, niet, ik verstoot niet. En ik dacht van, oh, moet ik niet op onze trein? Natuurlijk. Tuurlijk. Wij stappen op. Wie stapt er ook op? Jepla. Maar ja, geen probleem. We hebben er geen last van. Natuurlijk niet. En toen kwam hier toe in Pisa. En de flieken stonden daar. En in één keer, zo heel raar, hè? Die muziek ging zo heel stil. Raar, echt raar. Maar ja, ja. En ja, nu begint er hier, maar het is al gedaan, gelukkig, een kleine zo te... Maar het is al gedaan, dus picobello. Dus ja, we gaan hier genieten van onze pasta's. Ik hoop gewoon dat het super lekker is. En ik heb hier zo een ijskoude grote Sprite besteld. Dat is... niet normaal lekker, met vele ijsblokjes in, met 33 centiliter. En Anouk moet weer natuurlijk weer zot doen. Anouk is altijd, zij drinkt zo'n, ze gaat weer zo'n San Benedetto, die niet in beeld komt. Wacht, allee, kom naar focus. Ja, nee dus, oké.
San Benedetto en Eco Green Zero plat water. Dus jij bent zot. Dus ja, allez, we gaan genieten van onze pasta en toen gaan we totaal en Kiki Dodo, want ik ben kapot. Ziet dat mijn ogen zeker? Yo! Ik kijk niet hoe je hoesten voor nog een ring te zijn, dan ben ik weer moe. Dus weet je wat, hè? Salut!